Een briljante huwelijk. En wat is dat precies? Dat er twee mensen 65 jaar getrouwd zijn. In Nederland zijn er ruim 11.000 koppels die momenteel zo lang getrouwd zijn, of natuurlijk nog langer. Net zoals hier bij Teun en Jannie Klos. Hoe hou je dit vol? Ja, hoe hou je het vol? Dat is juist de clue. Hoe je het volhoudt. En ik vind ook dat het allemaal goed gegaan is. En ook hoe je daarover praat, hebben de meeste mensen toch geen sjoegen. En die hoeven dat niet te weten ook, hoe het allemaal gegaan is. Maar het is goed gegaan. Ja. Dus jullie geheim is gewoon zorgen dat het goed blijft gaan. En blijf ademhalen, dat is heel belangrijk. Hè? Ja. En bij zo'n jubileum hoort ook een grote viering. Nou, we hebben het gevierd in Avifauna. Dat hadden we daar besproken. En dan is een groot deel vooral van Jannie, de familie is geweest en een paar vrienden en kennissen. En het was verschrikkelijk leuk, want mijn oudste zoon dan, die had al voor een hoop gezorgd. En meestal ben ik nog wel eens die het praatje houdt, maar dat kon hij dan doen. En ik kon alles afkijken en we hebben daar enorm van genoten. Ja. Ik kan eigenlijk wel zeggen, het kon haast niet beter. In die 65 jaar hebben ze veel gedaan en meegemaakt. Zo heeft Teun een groot verleden in de voetbalwereld. Anders waai je mijn haren eraf. Kijk altijd op. Als jonge voetballer heeft hij zelf bij Sparta gespeeld, maar dat was toch te hoog gegrepen en is zich gaan focussen op een goede trainer worden. Ik kan haast wel zeggen dat ik met een bal in de wieg geboren ben. Nou, want u bent heel lang voetbaltrainer geweest, geloof ik. Ook bij verschillende clubs ook en zo. Ja, ik heb 7 clubs gehad. En allemaal via Studio Alphen. En dat is allemaal heel leuk geweest. Ik bedoel maar, ik ben er heel veel op uitgestuurd geweest. Al de clubs hier in de omgeving heb ik gehad. En dan zal ook iedereen maar wel kennen. Vanmiddag gaan we naar Alphia. En dat is mijn club waar ik volgend jaar 60 jaar lid ben. Nou, op een bepaald moment schreef ik eruit met trainen. Toen wilde ze mij op en vroeg of ik bij studio, dat was toen de LOA, zou ik willen komen om verslag te doen. Ik zei nou, ik kom wel een keer praten. En zo is eigenlijk tot stand gekomen. Want ja, die LOA die was toen heel klein, ook helemaal amateuristisch. Hadden nog niet eens spullen. Ik had helemaal niks. En ik kreeg van hem een mobiel te lenen om verslag te doen. Dan konden ze me bellen. En zo is het gekomen. Ja. En was heel leuk. Van LOA naar Alphenstad FM, naar Studio Alphen. Teun heeft het allemaal meegemaakt. Na 20 jaar sportverslaggever te zijn geweest, heeft hij uiteindelijk een punt achter zijn verslaggeverscarrière gezet. En op een bepaald moment stond ik ook bij een wedstrijd. Ik de hele dag. Ik had toen niet eens eigenlijk. Die hadden ook een tribune en alles, maar het regende zwart. Het veld werd afgekeurd. Moesten ze naar een ander veld toe. Ik had nog niet eens een paraplu. Die heb ik toen van de vereniging gekregen. Maar ik had de hele wedstrijd in de regen gestaan en koud gekregen. Ik denk, ja, nou moet ik nagedenken. Niet meer doen. En toen ben ik eigenlijk. Ik heb ook gezegd, ik neem dit jaar afscheid. En als je zelf voetbalverslaggever wil worden, denk er dan niet te makkelijk over. Jongen. We kennen die pupillen nog wel eens. Zoveel vooruit trappen. Houd rekening mee dat je heel veel tegen kan komen. En je moet het vooral met plezier doen. Als je op een bepaald moment zegt, ik heb geprobeerd en ik ga geen zin meer, dan moet je stoppen. Ik denk, nou is het genoeg. Ik heb het toch lang genoeg gedaan en met heel veel plezier. En laat dan nou maar eens weer wat jongeren komen. 65 jaar is natuurlijk niet zomaar iets. Dus voor de mensen die het perfecte advies willen om ook zo lang samen te blijven, luister goed. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Gewoon. Er is geen één huwelijk wat je zegt, dat is geweldig, perfect. Er moet altijd wat wezen. Er moet altijd een storingje wezen. Er moet altijd wat wezen, maar niet altijd. Geven en nemen. Ja. En bij jullie gaat het voorlopig goed? Ja hoor. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. We hebben 2 geweldige zoons die ons helpen. Als we maar roepen, dan zijn ze er. Een geweldige schoondochter en 2 kleinkinderen. En dan 2 lieve kleindochters. 2 lieve kleindochters. Dan zeggen we, zijn erg tevreden. Ja. Heel tevreden daarover. Kijk, als je hebt wel eens gezinnen dat je zegt, dat is ruzie dit, ruzie dat. We mogen wel eens een keer je woordenverschil hebben. Maar we kunnen verschrikkelijk goed met elkaar opschieten. Het is geen groot gezin, we zijn maar met z'n 7e. En dan zeg ik, nou dat gaat geweldig. Jullie leven is nu al compleet?
Nou, compleet niet, maar ik zeg wel dat we tot nu toe zeker. Het stel heeft natuurlijk nu een briljante huwelijk. Over 5 jaar verandert dat naar platina en daar hoort natuurlijk weer een grote viering bij. Ja, je weet maar nooit. En ja, dan hopen we het uiteraard nog wel eens een keer te vieren. Maar dat is nog 5 jaar is voor mij ver weg.